De tweede aspect van wat is nou een boeddhistische tempel? Het is een plaats om goede karma te verwerven. Dat is iets wat je misschien niet zo snel aan denkt. Voor bijvoorbeeld een christen die naar een kerk gaat, is het allereerst het belangrijkste wat je doet in feite, is dat je geloof beleidt, zoals je zou kunnen zeggen. En zoals ze in het christendom ook veel zeggen. En dat het heel erg te maken heeft met, dat je met je soort voor jezelf, zeg maar, herhaalt waar je in gelooft. En het is heel erg verbonden met je zienswijze en geloof. Dat is heel centraal in het christendom, in de westerse, misschien ook in specifiek de westerse kijk op geloof en christendom. En in het boeddhisme, vooral in het traditioneel boeddhisme dan, eigenlijk staat er veel meer nadruk, ligt er veel meer nadruk op doen. Het is veel meer een levensbeschouwing van doen. En in die zin is er ook wel heel veel, zijn ook heel veel mensen die zeggen, het boeddhisme is eigenlijk geen religie. Het is een hele oude discussie. En die al bijna een eeuw lang wordt gehouden. Er is een hele reeks van artikelen die, als iemand geïnteresseerd is, kan ik daar wel een link naar sturen. Die verschenen zijn in The Guardian, de Britse krant, over dit onderwerp. Waarin zeg maar twee mensen, of verschillende mensen, met elkaar debatteren of het boeddhisme nu een religie is, of een filosofie, of een levenswijze, enzovoort. Maar de bekende Sri Lankese leraar Walpola, die heeft er eigenlijk over, Walpola Rawla, die heeft over gezegd van ja, het verandert het boeddhisme niet, als je het nu een religie noemt of een filosofie. Het is net zoals dat je je afvraagt of als je een roos, hij citeert Shakespeare en hij zegt, als je een roos een andere naam geeft, is het nog steeds een roos. dus dat is een hele oude discussie en ik heb die niet in de PowerPoint gezet, maar dat is wel de raad. De definitie zegt niks over het samenleven van monniken in de tempel. De definitie. Wacht even hoor, gaan we even terug. Nou ja, de plaats waar de monniken zich oefenen, dat is eigenlijk het idee waar, dat is dus het idee van een tempel. Een tempel, alle tempels in boeddhisme zijn kloosters. Dat is eigenlijk altijd zo. Je hebt eigenlijk niet een tempel waar geen monniken of nonnen leven. Die heb je misschien een enkele keer in Japan en misschien in bijvoorbeeld in Hongkong en zo, daar heb je een aantal tempels die helemaal zijn toegewezen als toeristische trekpleisters of misschien plaatsen waar mensen hun voorouders herdenken. Maar eigenlijk bijna altijd is er wel een of andere monnik of non aan verbonden die daar, zeg maar, een soort van conciërge is en die er ook woont. Dus het is eigenlijk zo dat er geen tempel is in het boeddhisme dat niet ook een klooster is waar monniken of nonnen wonen en dus ook zich oefenen en een cultuur in stand houden. Dus jouw vraag is, wat is de rol van de monnik of de non op zich? Hè? Is dat jouw vraag? Dat is dus ook een onderdeel van dit verhaal. De tempel is altijd een klooster dus. Ja, inderdaad. Maar er zijn heel veel mensen die in de Thailand bijvoorbeeld wordt bijna nooit gesproken over boeddhistische kloosters. Men zegt altijd tempel bijna. Terwijl in Japan zegt ze juist heel snel boeddhistisch klooster. Ik weet niet waarom. dus er is ook een plaats waar we goede karma doen. Dus waar we goede daden doen. En dat was ik aan het vertellen. Waarom zeg ik dit? Nou ja. Dus vanuit het oogpunt van het boeddhisme is een tempel is een plaats waar we goede dingen doen. Waar we bijvoorbeeld goed karakter oefenen. Of goede daden doen regelmatig.
Het is daar, het is ook een plaats, en dat is eigenlijk de meest ultieme, belangrijke aspect. Het is een plaats om jezelf te leren kennen. En daarin dus ook ja, je eigen beperkingen te kennen en die te overstijgen. Er zijn in het boeddhisme worden wel drie soorten doelen genoemd die mensen aanhangen in het leven. En misschien kan je voor jezelf nagaan wat jij belangrijk vindt. En er wordt gezegd, er is een korte termijn doel, dat je in feite zegt van nou, ik vind het belangrijk dat er brood op de plank is, dat ik goed zorg voor mijn familie en dat ik een verantwoordelijke burger ben. En dat is eigenlijk een heel nog een bepaald beperkt doel. Het is nog niet van ik wil echt een goed karakter ontwikkelen of ik wil goede gewoontes ontwikkelen. Het is meer gewoon ik wil gewoon zorgen dat ik goed voor mijn gezin zorg en dat is genoeg. Als je een lange termijn doel, dan gaat dan iets verder, gaat iets dieper, dat je echt probeert een goed hart te ontwikkelen, goede gewoontes, goed karakter. En dan de hoogste zin van het leven in het boeddhisme is het bereiken van het nirvana of ook wel het nibbana. En dat is eigenlijk dat is dus het hoogste doel van de verlichting. Het ontwaken, het oefenen van je geest totdat je je beperkingen kunt overstijgen. En die doelen, vooral de laatste twee, het mooi mens te zijn en een waar mens te zijn. Hè, dus mooi mens is in de zin van wat ik net zei, het ontwikkelen van karakter. En een waar mens de zin dat je echt, dat je de verlichting bereikt. Die laatste twee doelen, die zie je dus heel erg terug in de definitie van wat is nou eigenlijk een tempel? En in de Thais is het woord voor tempel is wat. Wat in het Thais, met een hoge toon. En dat komt van het Sanskriet, vata, dat betekent een omheind terrein. Maar het is ook didactisch gezien, hè, dus zeg maar zoals de monniken in onze traditie erover vertellen, zeggen ze ook in feite, wat betekent ook meten. Dus het is niet alleen maar de naam van een tempel, van dit is de naam van een tempel, maar het is ook dat er een dubbele betekenis in zit, dat een boeddhistische tempel een plaats is waar je jezelf leert opmeten, leert kennen. Dus daar is daar een kleine woordspeling in, die veel wordt gebruikt in onze traditie. En het hele idee van dat je jezelf oefent in de tempel, dat is heel sterk. Het is echt dat idee van dat de tempel een leerschool is, waar je jezelf oefent om een beter mens te worden en dus ook een mooier mens, maar dus ook je vermogen tot ontwaking ontwikkelt. Nou, hier heb ik al eerder over gesproken, dat we allemaal in onszelf sterke neiging hebben om afgeleid te zijn. En dat een belangrijk onderdeel van de boeddhistische meditatie, waarom mensen dus ook naar een boeddhistische tempel komen, is om dus daarmee om te gaan. Met het feit dat onze geest soms heel erg wild kan zijn en heel erg veel lijden ons kan bezorgen. En, als we niet op een juiste manier met onze eigen aandacht en geest kunnen omgaan. En daarom is dat dus een heel belangrijk onderdeel van wat je in de tempel doet. Dus het allerbelangrijkste in een boeddhistische tempel, of het nu Aziatisch tempel is of in het Westen, een meditatiecentrum in het Westen, is dat we zorgen voor onze geest en oefenen, onze aandacht oefenen. En dat is dus het hele idee van wat we in het traditioneel boeddhisme noemen we dat wel de bezoedelingen of de kilesa. In het Sanskriet noemen ze dat de klesha. De negatieve emoties en onrealistische percepties die als een soort van modder in een plas, het water koebel maken. En daardoor kunnen we de dingen niet helder zien. Dus dat heb ik al eerder over verteld op een zondag. Je hebt er traditioneel drie. Begeerte, haat en verwarring. En die worden ook wel omschreven als de werkelijke vijanden van de mens. En dat er eigenlijk geen mens
elkaars vijand is, maar dat we eigenlijk, als we diep kijken, dat er eigenlijk ieder mens dezelfde tegenstanders tegenkomt in zijn leven. En dat ze zijn eigen beperkingen, zijn eigen tekortkomingen. En iedere mens is dus de uitdaging van hoe ga je met die tekortkomingen om. En vandaar dus komen we weer terug, dus het cirkeltje is dan rond, naar het woord wat dus het Thaise woord voor tempo is dus dat je jezelf opmeet, dat je zelf naar jezelf kijkt. Wat zijn mijn beperkingen, wat zijn mijn tekortkomingen? En aan de andere kant, wat zijn mijn goede kanten? Dus goede kanten in het boeddhisme is, dat wordt meestal verschillende manieren over gesproken. Soms dan spreken we over karma, soms spreken we over verdiensten of punya. Of je zou kunnen zeggen de energie van goede karma. In het Thais zeggen we boen. Boen is dan zeg maar een soort van verbastering van het woord punya. Dat betekent dus goede energie die van karma komt. En soms dan zeggen we ook wel van nou, wat is nou goedheid in het boeddhisme? Wordt ook wel gedefinieerd als drie vrijheden. Vrijheid van begeerte, vrijheid van haat en vrijheid van verwarring. Wat dus die drie negatieve emoties en onrealistische percepties, die drie groepen die ik eerder noemde, zijn. Maar dan het tegenovergestelde, de vrijheid daarvan en alle goede eigenschappen die daar dus onder vallen. Dus het kunnen geven is een soort van vrijheid van begeerte. Het kunnen loslaten. Het kunnen compassievol zijn. Iemand met compassie, met liefde. Het is ook een vrijheid van haat. Wijsheid, geduld, zorgvuldig over iets nadenken, dat is allemaal vrijheid van verwarring. En dat is dus ook hoe je kunt kijken naar goedheid in het boeddhisme. Dus als we het hebben over wat doen we nou in een tempel? Goede karma, goede daden, goedheid ontwikkelen. En zo wordt het ook wel naar gekeken. Dit is een oud boek, wat een beetje als een klassieker geldt in het Thais boeddhisme. Ik heb dit plaatje daarvan. En dat is zeg maar de innerlijke beperkingen van de mens als een soort van allemaal wortels en planten die aan elkaar vastzitten, zeg maar, een soort van wortels. En er komt dan een plant uit. En de wortel van alle beperkingen in onszelf, alle negatieve emoties en onrealistische percepties, is onwetendheid. Sommige mensen zeggen tegen mij, verwarring, is het niet de verkeerde vertaling, moet het niet zijn onwetendheid. Maar onwetendheid is een ander woord in het boeddhisme. Dus verwarring is moha, moha, M-O-H-A. En onwetendheid is avijja. Of het niet zien van de werkelijkheid zoals ze werkelijk is. Dus dat is eigenlijk wat we in meditatie dus proberen aan te kaarten. Doordat we dus de helderheid, door een heldere geest te ontwikkelen, begrijpen we onszelf, begrijpen de wereld om ons heen beter. En die onwetendheid wordt daardoor minder. Uit die onwetendheid, kan het ook zo omschrijven. Onwetendheid is in feite bepaalde vragen die we allemaal hebben in onszelf en die heel diep in onszelf ons mens zijn definiëren. De vraag bijvoorbeeld, waar kom ik vandaan? Wat was er eigenlijk voordat ik hier kwam? En wat is er na de dood? Je kunt wel het geloof hebben van ik ga naar de hemel of ik ga naar de hel of dat soort dingen, maar dat is alleen maar geloof. Maar in feite hebben we allemaal een zekere vragen daarover in onszelf. En de vraag van wat doe ik hier en waar kom ik vandaan en waar ga ik heen? Dat zijn hele diepe vragen die best wel moeilijk te beantwoorden zijn. Het is wel een Thais verhaal dat een man die loopt door een dorp en dan spreekt een andere man spreekt hem aan en die zegt, waar ga je heen? Ben je ergens naartoe aan het gaan? Ben je ergens naartoe aan het reizen en zegt, ik weet niet waar ik heen ga. Waar kom je dan vandaan? En zegt, ik weet niet waar ik vandaan kom.
wat ben je dan aan het doen? Dan zeg ik, ik weet niet wat ik doe. En dat is eigenlijk de definitie van het hele menselijk bestaan in een metafoor van een reiziger. En door die diepe vragen die we niet makkelijk kunnen beantwoorden, krijg je onrust in de geest. En daardoor ontstaat die begeerte, haat en verwarring. Dat is de boeddhistische psychologie in een notendop. Er is wel een overlap met bepaalde psychologische theorieën, maar dat gaat nu even te ver. Maar als we kijken naar wat doen we nou in een tempel, dan doen we dus goede daden, goede dingen om met deze dingen om te gaan, met deze negatieve emoties en onrealistische percepties. Je zou kunnen zeggen dat we ze op die manier in feite aanpakken, die wortels in onszelf. Het idee van een wortel is niet helemaal uniek. Het is eigenlijk al door de Boeddha zelf zo genoemd. Hij noemt het moola, dat betekent wortel. Dus als je leert te geven in de tempel, dat doen we heel veel, vrijgevigheid beoefenen we in de tempel, dan pak je zeg maar de begeerte aan in jezelf. Morele discipline beoefen je in de tempel. En dan pak je zeg maar de haat aan in jezelf. En de studie en meditatie die je doet in de tempel, daarmee pak je de verwarring aan. Maar goed, het woord aanpakken klinkt vrij stevig, maar het idee is dus dat je leert omgaan met verschillende tekortkomingen in jezelf door verschillende goede daden te doen. Nou, hier zie je zo een aantal manieren waarop we in onze traditie proberen de tempel goed in te richten. Dat zijn zo wat aspecten daarvan. Geschikte plaats, geschikt voedsel, geschikt personeel, geschikte dhamma. Ik denk dat dat nu even iets te specifiek wordt. Dit zijn nog wat aantal dingen waar wel vaak vragen over zijn. Richtlijnen in het komen naar de tempel. Het is er gebruikelijk in heel veel boeddhistische traditie om in het wit of het grijs naar de tempel te komen. In Zuidoost-Azië en Zuid-Azië, dus ook Thailand, is het gebruikelijk om in het wit naar de tempel te komen. En dat wordt gezien als een manier om respect te tonen aan de locatie. Sommige mensen zijn alleen boven in het wit gekleed, dus ze hebben een wit hemd aan of iets dergelijks. Dus andere mensen zijn helemaal in het wit gekleed. Sommige mensen vragen zich ook af of er restricties zijn voor vrouwen of kinderen of zo. Dat is helemaal niet zo in boeddhistische tempels. Je hebt wel een enkele keer in een ver afgelegen tempel in Thailand nog wel een soort van volksgeloof. En dat een ongestelde vrouw niet naar de tempel mag komen, maar dat is niet een boeddhistische traditie. Dus ook kinderen kunnen naar een tempel komen, in de boeddhistische tempel. En er is geen alcohol of sigaretten normaal in een boeddhistische tempel. Dus dat is ook wel belangrijk om mee te nemen. Hoewel de ene tempel is strenger dan de andere tempel, maar in het algemeen is dat dus iets wat we op het algemeen proberen niet in de tempel mee te nemen, en in onze tempel kan het helemaal niet. Je hebt veel mensen die iets geven aan de tempel, die iets komen brengen, van eten bijvoorbeeld of iets dergelijks. Dus als je iets wil geven, mensen vragen dat wel eens, kan ik iets geven aan de tempel? Dan kun je altijd aan de basisbenodigdheden denken. Het hoeft niet heel bijzondere gift te zijn. Het kan gewoon simpele dingen zijn die je dagelijks nodig hebt. Noem maar brood of dat soort dingen, weet je wel, de basisbenodigdheden. Je kunt ook altijd personeel of vrijwilligers hierover raadplegen. Mensen vragen mij ook wel eens van, kan een monnik alles eten of drinken? Ja, dat kan hij, maar in Chinese of Oost-Aziatische tempels dan is het vaak gebruikelijk om vegetarisch te eten. In Thaise tempels is die traditie van vegetarisch eten niet zo sterk, maar er zijn een aantal tempels die vegetarisch zijn. In onze tempel is de laatste jaren meer vegetarisch eten gebruikelijk geworden.
in Thailand, maar in de Europese tempels nog niet, van onze traditie nog niet. Maar het is in feite ook een beetje het idee van dat je als monnik niet te veel eisen wil stellen aan de mens. Dus wat je zelf graag doet, wil geven, dat geef je en dat is het belangrijkste. Er is wel één ding wat een monnik niet mag eten, dat is een hele oude traditie, namelijk geen paardenvlees. En natuurlijk ook geen alcoholische dranken. Er zijn ook een aantal wat strengere in de leer, zeg maar, die ook geen rauw vlees eten. Dat is dan een beetje een punt van discussie. Dus dat is een, iets waar, heel veel, waar ik heel veel vragen over krijg. Ik weet niet of het bij jullie leeft, maar even nog om mee te eindigen. Waarom zijn we in het wit gekleed? Waarom gaan mensen in het wit gekleed en waarom de monniken bijvoorbeeld niet? Monniken, we zijn meestal een bepaalde manier gekleed volgens een bepaalde traditie. Dus dan geldt die traditie van in het wit gekleed zijn voor monniken niet. Maar de mensen die naar de tempel komen, die zijn in het wit of in, bijvoorbeeld in de Vietnamese traditie in het grijs gekleed om, dat is vanwege verschillende redenen. Omdat het netjes is, dat het de meditatieve sfeer bevordert. En het bevordert ook gelijkheid. Iedereen, of je nu van een hele hoge piet bent, een hele hoge positie hebt, een beetje de high society bent, of dat je eenvoudig iemand bent, het is allemaal hetzelfde wit. En dat bevordert ook de aandacht, want ja, als je een vlek hebt of zo, dan zie je dat meteen. Dus als je iets knoeit of zo, dan zie je dat ook meteen. Dus het bevordert wel de aandacht. En het bevordert ook de helderheid van geest. Dus dat zijn zo een aantal dingen die ik wilde vertellen hierover. Ik zou ook nog wat vertellen over wat het nu is om monnik te zijn. En hoe kun je daarnaar kijken? Wat betekent het om monnik te zijn? Maar ik wilde nu even eindigen met wat het betekent om upasaka te zijn. Nou, misschien kennen jullie dit woord niet allemaal. Upasaka of upasika is het woord voor lekenvolgeling. Dus dat is in feite het moment dat iemand zichzelf meestal boeddhist gaat noemen. Maar het is niet echt een beschermd woord of zo. Iedereen kan zichzelf upasaka noemen of upasika. En het is niet een woord van dat je nou gedoopt moet worden of zoiets. En het is ook niet een eis dat je bepaalde dingen niet mag doen of zo als je geen upasaka of upasika bent. Dus in het Thaise boeddhisme wordt er ook niet heel veel waarde gehecht aan het zijn van een boeddhist, maar meer aan het doen van het boeddhisme. Dus ik heb wel eens ceremonies gehad waarin mensen zich wilden verklaren tot boeddhist. Daar is een ceremonie voor, dat heet Puttamamaka. Ik werd een beetje teruggefloten vanuit Thailand. Die zagen de foto's van die ceremonie en die vonden dat een beetje, nee, die vonden dat niet zo'n goed idee. Dus in het Thaise boeddhisme wordt het niet echt heel belangrijk gevonden en vindt het ook soms het hele idee van dat je jezelf moet definiëren onder een bepaald label, wordt ook niet echt gezien als heel nuttig altijd. Maar je hebt zeker de mogelijkheid, dus als iemand geïnteresseerd is om je tot boeddhist te verklaren, dan kun je dat zeker doen. Waar ik het zojuist over had, is een soort van groepsceremonie. Dat vonden ze vanuit Thailand niet zo'n goed idee om dat te doen. Er waren een aantal Belgen in de tijd ongeveer 6 jaar geleden, 5 jaar geleden ongeveer, die wilden dat graag doen. En toen zat ik in België en toen hebben we die ceremonie gehouden voor ongeveer 4 mensen. En dus vanuit Thailand zeiden ze van nou, doe dat maar niet. Ze wilden geen verdeling zaaien in de samenleving tussen mensen die zichzelf boeddhist noemen en mensen die zichzelf niet boeddhist noemen. Maar bijvoorbeeld in het Chinees boeddhisme of het Vietnamees boeddhisme is zijn jezelf verklaren tot boeddhist is een hele belangrijke ceremonie. Met een heleboel gebruiken daarbij. Maar dat heeft te maken met dat deze landen vaak andere levensbeschouwingen hadden waarmee het boeddhisme moest concurreren.
waardoor het zichzelf duidelijk moest neerzetten. Terwijl in Thailand was dat nooit zo. Het boeddhisme heeft eigenlijk nooit echt veel concurrentie gehad. Dus het hele idee dat je boeddhist moet zijn is niet echt duidelijk in Thailand. Het is meer iets gewoon wat je doet. Een soort van zelfsprekend iets.